Hallo allemaal en welkom weer bij Rise of the Tomb Raider. De vorige keer hebben we helemaal deze mijn hier achter me bekeken. Wat we nu nog kunnen doen, ik was terug aan het lopen naar de main missie. Wat we nog zouden kunnen doen is volgens mij hier iets met deze doeken. Dus daar wil ik heel snel even gaan kijken. Kijken of dat een mogelijkheid biedt. Jazeker, dus daar kunnen we even naartoe lopen. Ik kwam het gewoon toevallig tegen en je weet maar nooit wat erachter zit. Misschien is het helemaal niks. En misschien is het wel de moeite waard. Wel weer gewoon allemaal dingen die we hier konden vinden. Wat materialen die natuurlijk altijd handig zijn. En wat doeken. Die we volgens mij kunnen gebruiken voor het maken van deze molotovs. Dus dat was gewoon een klein kijkje van wat de mogelijkheden zijn. Hier hebben we nog van alles. De materialen zitten hier echt weer helemaal vol. Maar wat we de vorige keer hebben gedaan was hier naar boven. En dan naar die kant. En toen zagen we daar een touw. Dat was volgens mij 2 missies geleden. En daarmee konden we hier naar de overkant. Dan kunnen we die daaraan vastmaken. Oké, dat is goed. Dan kunnen we op spatie drukken. En dan kunnen we naar de overkant slingeren. Oké, helemaal goed. Waar moeten we nu naartoe? Naar boven? Ik denk het wel. Hier is een ladder boven ons. Laten we even één af... verdieping naar boven gaan en volgens mij kunnen we dan zo naar die ladder springen. Juist. Kijken of hier nog iets ligt. Belangrijk. Wat zijn dat? Materialen, die zijn altijd handig. Oké, ze zeggen ons dat we hier... ik denk dat we daar naartoe moeten. Daar staat ook weer zo'n touw. Dat is wel verdacht. Daar moeten we meestal wat dingen heen. Maar laten we eerst even hier naar boven klimmen. Op deze ladder die we hier al eerder tegenkwamen. Dat was dus ook dat teken dat binnen in die mijn werd gepresenteerd. Dus misschien moeten we dat goed in de gaten houden. En dat we daar nog iets belangrijks moeten doen. Kunnen we hier naar beneden springen? Ga ik niet doen. Dat is volgens mij niet de bedoeling. Oké, dus dit was puur gewoon dat... Oh, wat? Dit... Echt, wat ik me afvraag is van hoe krijgen ze het voor elkaar... Om gewoon niet een systeem te maken dat in een game goed werkt met ladders. Echt altijd als je een ladder af wil gaan in een game. Is gewoon nooit relaxed. Oké, laten we hier naar beneden gaan. Het kan natuurlijk zijn dat het aan mij ligt hoor. Dat ik allemaal gewoon downy mode aan het doen ben. Maar mij lukt het meestal in ieder geval niet. Waar willen we echt naartoe man? Daar. Oké, misschien hadden we helemaal niet hier naar beneden moeten gaan. We kunnen hier wel weer naar boven klimmen. Terug naar waar we gebleven... Wow. Wat is deze? Oké, ik viel bijna dood neer. Dit zouden we open kunnen breken. Geen idee waarom we het zouden doen, maar... Gewoon om... Soms moet je gewoon dingen doen omdat het kan. Misschien een soort van shortcut, dat kan natuurlijk wel. Hier is iets met goud aangegeven, dat is wel bijzonder. Ja, we moeten toch echt hier naar boven. Ik heb het idee dat het niet de bedoeling was dat we daar naar beneden vielen. Maar dat we toch wel op de goede weg zaten, dat kan bijna niet anders. Oké, wacht eens even. We kunnen hier ook gewoon rechtdoor. En dat is inderdaad de plek waar we naartoe moeten. Rechtlek linkermuisknop om te zwaaien aan een touw. Moeten we nog loslaten of gaat dat vanzelf? Oké, dat gaat vanzelf. Dat is weer een nieuwe mogelijkheid die we hebben geleerd. Ik had dat ding nog helemaal niet gezien. De vorige keer waren we daar in de toren. Maar daar moesten we blijkbaar niet echt iets doen. Laten we dit ding even weghalen. Want ik denk dat we zo een beetje de weg vrijmaken. Juist, en dan kon nu wel een sprong gaan wagen. Wow, net op tijd. De quicktime events heb je hier wel veel. Hier denk ik overheen. Steady, steady. Oh, dat ding is niet echt bepaald steady, steady. Oh, hier in de muur raken, oké. Weten we zeker dat er niks beneden is. We kunnen het in ieder geval nu niet zien. Dus laten we gewoon de muur maar volgen. Man, ik word altijd een beetje zenuwachtig op het moment dat die dingen het beginnen te begeven. 1, 2. Juist. En we zijn nog levend. We kunnen in ieder geval naar boven. Laten we eerst even hier weer alles oppakken. Dan kunnen we natuurlijk weer gebruiken voor de upgrades. Die tot nu toe, naar mijn mening, erg goed gaan. We missen volgens mij nog wat huiden. Dus misschien moeten we binnenkort gewoon nog wat gaan jagen. Die kom ik namelijk het minste tegen. Oh, daar zijn vijanden.
Oh no. Oké, die is neer. Wacht eens even voordat ik ga springen. Oké, nee, we kunnen daar wel aan die rand gaan hangen. Ik wil al bijna YOLO gaan. En we leven nog. Zijn die gasten of niet? Zo te zien. Alleen maar deze doet, dus het was vrij rustig. We kunnen hier via de ladder omhoog. En we kunnen hier iets doen. Ik word er altijd een beetje gek van dat je zoveel mogelijkheden hebt. Laten we eerst hier eens gaan kijken. Oké, nee, dit ziet er wel echt naar uit dat je zo weggaat. Dus laten we nog even teruggaan en die ladder eens gaan bekijken. Oh, dat was een gekke sprong. Oké, even goed springen. Juist. Wat kunnen we hier doen? We kunnen hier naar boven. Zo, dit ding begint echt langzamerhand in te storten. Oké, en dan? Hier om de hoek. Oké, dat kan nog, inderdaad. Daar is volgens mij iets beneden wat we kunnen oprapen. Dus laten we daarmee beginnen. Heel goed. Ik weet niet wat het precies is. Veertjes weer. Die zitten vol, maar we krijgen wel wat X-points. Dus het is in principe al wel redelijk de moeite waard. Er is hier al een mooi touwtje gespannen. Dus daar kunnen we wel goed gebruik van maken. Alliop. En dan gaan we. We leven nog. Hier hebben we nog wat kisten die we kunnen openmaken. Laten we daarmee beginnen. Oh. Die geven meestal een goede beloning. Laten we kijken wat het deze keer is. Onderdeel compound boog. Nieuwe uitrusting behaald. Betekent dat we nu al klaar waren. We kunnen hier weer een koord spannen. En dan kunnen we daar mee naar beneden. Naar de volgende afdeling. Oké. We zijn in ieder geval wel gezien. Juist. Wow, hoe scheef schiet dit ding? Oké, gelukkig een headshot. Dat zijn wel de betere schoten. Even snelle reload. En even een minuutje bijpakken. De spannende muziek is nog niet afgelopen. Dat betekent dat er meestal ook nog wel vijanden zijn. Even snel dekking zoeken. We kunnen een bommetje maken. Kunnen we dat proberen? Ja, kunnen we even doen, hè. Gaan we dat halen? Misschien wel. Nee, helaas niet. Hij probeert hetzelfde. Even time to go. Oké. En door. Wat ligt hier allemaal? Allemaal munitie, oké. Ik zag er nog wel eentje de vorige keer. Oh, daarboven. Juist. Schot door het hoofd. Ik snap niet hoe je hiermee headshots schiet. Het is gewoon volgens mij pure luck hacks. Want dit ding schiet echt zo onnauwkeurig als pest. Dat is niet normaal. We zijn hier in ieder geval wel weer doorheen. Wel leuk om weer even een keer wat actie te hebben. Wat hebben we hier allemaal? We kunnen hier weer helemaal terug naar het dak. Dat lijkt me geen goed idee. Laten we vooral deze kant op gaan. Oké. We kunnen hier via buiten en weer via binnen. Altijd natuurlijk twee mogelijkheden. Laten we een keer via binnen gaan. Alles looten wat we kunnen pakken. Hier is nog wat munitie. Dat hebben we misschien wel nodig. Want we hebben de vorige keer aardig wat opgeschoten en wat materialen. Hier naar boven. En dan heb ik het idee als we via buiten waren geweest dat we dan een beetje zo waren gekomen. The Red Army. Eens kijken, wat hebben we hier nog allemaal boven? Ja, hier gaan we echt verder. Laten we even daar links kijken. Vast hier gewoon helemaal niks. Ja, hier was ook wel iets. Maar we zijn volgens mij nog steeds niet klaar hoor. Ik hoor nog steeds spannende muziek. En naar mijn mening is dat nog steeds een teken dat er nog dingen gaan gebeuren. Oké, hier naar boven. Juist, we kunnen hier naar beneden. Dat willen we denk ik niet. Laten we verder omhoog gaan. Oké, we kunnen daar iets bij die vlag doen. We konden ook hier doorheen branden. Wat? Dus even kijken hoor, want heb ik hier iets gemist? Of was dit gewoon een optionele route die we nu niet meer hoeven te doen? Er staan nog wel belangrijke dingen. Oh, daar staan ook nog allemaal belangrijke dingen beneden. Oké, we hebben wel dingen over het hoofd gezien. Nou ja, mocht het zijn dat we echt nou iets missen, dan komen we natuurlijk altijd nog een keer terug. En nu. Oh, wacht.
Hier, juist. Niet met dit wapen, maar met dit wapen. Oké, dit hebben we al eerder gedaan natuurlijk. Allihop. Oké, goed. Lara, are you there? Kijk, en we hebben weer contact met Jacob. En het ziet ernaar uit dat hij in de problemen is. Dus die gaan we wel even proberen te redden. Eerst natuurlijk weer even deze openmaken. En ik hoor al wat stemmen. Ja, dus er zijn al mensen binnen. Waar is dat ik naartoe ga, man? Oh, hier. Ik zag het even niet meer. Even kijken, hier is niemand. Ik heb het idee dat hier wel een aantal gasten zijn. Oké, dit wapen is anders ook wel relaxed. Er zit een goede silencer op. Dat betekent dat ze ons niet zo goed zien. Laten we weer even looten. Helemaal goed. En ja, dan moeten we eens even gaan kijken waar Jacob is. Want wat is dit allemaal? Een plas olie. Misschien moeten we daar een beetje mee oppassen. Ik weet ook niet wat ik met deze dingen kan. Die gloeien wel allemaal op. Maar volgens mij hebben we daar nog niet de mogelijkheden toe gekregen om daar echt spannende dingen mee te gaan doen. En we moeten toch zo eens even gaan kijken waar Jacob is. Hier hebben we wel een explosief. Willen ze dat we daar iets mee doen? Dat we deze hele boel opblazen? Ik weet het echt niet hoor. Laten we even erachter gaan kijken. Hier ben ik namelijk nog niet geweest. Oké, die moeten we sowieso opblazen. Wat is dat weer wat eruit komt? Ik hoop toch niet weer water, hè? We gaan het uittesten. Oh, 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 oh. Oh, er was gas of zo. Oké, ze hebben ons nu wel gehoord, dus we schakelen weer over naar ons andere wapen. Steady, steady. Boy, je moet echt voor die headshots gaan, blijkbaar. Hoeft toch niet. Ik schoot hem namelijk volle bak in het been. Maar die headshots zijn toch wel erg goed. Want dan schiet je ze gewoon in één stuk neer. Oké, steady, steady. Even alles oppakken. Wow. Dat ding was moeilijk om te raken. Ik had namelijk het idee dat ik hem al drie keer neer had. Daar kwam nog iemand aan. Oké. Ik weet niet of het hier uitmaakt om te tappen bij het vuren. Ik heb namelijk het idee van niet. Snelle reload. Even munitie weer oppakken. Want we schieten ook aardig wat munitie weg. En dan komt hier overal gas. Volgens mij zou je hier ook gewoon een hele boel kunnen opblazen als je zou willen. Ik weet echt niet of dit een slim idee is. Is hier wel lekker aan branden. Oh. Oké, gelukkig. Net goed. Oh, we zijn meteen wel allemaal vijanden hier. Juist, die is neer. We zouden hier nog een minuutje kunnen oppakken. Oh, wat is dat voor dude? Oké. Wat willen ze dat we doen? Je zou namelijk verwachten dat we iets van explosieven zouden moeten kunnen maken. Oh, zij gooien allemaal. Woop. Zij gooien blijkbaar allemaal van die explosieven op de grond. En als wij hun daar naartoe kunnen lokken, dan blazen zij gewoon hun eigen vent op. Dus daar zit het er nu uit. Laten we ook even deze maken. We hebben nu nog eentje moeten killen. Hebben we nou deze gepakt? Oké, en we hebben hem in vuur gezet. Juist, hij is neer. Oké, man, die gasten zijn wel moeilijker om te killen. Vergt even wat andere tactieken. Maar ik denk dat het zo wel redelijk goed ging. Kunnen we die dude nog looten die helemaal opgebrand is? Jazeker. Oké, we zijn weer los. Moeten we even goed onthouden. Dus diegene met die shields, die kunnen we denk ik niet met onze wapens killen.
Die moeten we eerder met explosieven of met vuur killen. Oké, wat hebben we hier? We kunnen nu weer ergens naartoe vliegen namelijk. Ik denk dat daar beneden is. Oh nee, hier. Dit is denk ik beter. Het is niet heel ver. Zien we hier nog iets over het hoofd? Nee, dit gaat hem toch echt wel worden. Hou die op. Wow. Oké, dat had ik even niet gezien. Woe, en Jacob is weer net op tijd. Thanks. I'm glad you're okay. Is that the way through? Yes. There'll be more of them inside. You don't have to do this. Can't get rid of me so easily. I still need some answers. And there's no time to waste. Kijk, en we zijn in een verlaten mijn. Ik ben heel benieuwd wat we hier allemaal gaan aantreffen. Dat gaan we echt in een volgende aflevering weer doen. Die mijnen vind ik altijd wel best wel leuk. Maar nu gaan we toch echt wel ook wat tegenstand krijgen. En we gaan samen met Jacob. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal super erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Laat me natuurlijk weten wat jullie ervan vonden. En dan gaan we natuurlijk in een volgende aflevering weer verder met deze quest.